te zien hoe vroeger alles veel rustiger en vooral veel eenvoudiger was. Nu is het inderdaad anders. Ik keer maar 3 dagen terug naar 3 januari, dat was donderdag. Er is een ruimtesonde op 6,4 miljard kilometer. Die heeft een nieuwe rots ontdekt. En ze lijkt wat op een sneeuwman. En ze hebben die Ultima Thule genoemd. Dat was verwondering. Dezelfde dag, de Chinezen landen met een ruimtetuig op de achterkant van de maan. In dat ruimtetuig zitten blijkbaar zaadjes. En een wetenschapper verklaart 's avonds op tv dat dat nodig is omdat als er ooit mensen op de maan zouden wonen, dat we toch onze eigen patatjes moeten kunnen kweken. Verwondering. Dezelfde dag horen we dat er al 16 dagen 32 mensen ronddobberen in een bootje op de Middellandse Zee. En de burgemeester van Napels is akkoord, wil ze ontvangen, maar het mag niet van de Italiaanse regering. Verwondering. En Martin Tange zegt 's avonds in het nieuws dat 2018 een beter jaar was voor de bootvluchtelingen, dat er verleden jaar, dus in 2018, maar 2262 drenkelingen geweest zijn in de Middellandse Zee. Verwondering. En dan kom ik iets dichter naar huis, bij thuis. Ik was diezelfde namiddag in een tea-room in Ieper. En daar komt een moeder binnen met een dochter van 1 jaar of 14, een zoon van 1 jaar of 12 en een van 1 jaar of 10. En ze zitten nog maar net neer en met 3 hun smartphone boven. En die kleine van 10 jaar zegt, en ze kijken op hun scherm, en ze kijken op hun scherm, en ze kijken op hun scherm. Zo nogal luid op en ik lachte. En dat meisje van 14 steekt haar smartphone weg en zegt, ja, ja, waren we thuis geweest en de tv stond aan, is dat ook voor het scherm. Verwondering. Er zijn vele soorten verwondering, ik geef het toe. Maar is het niet wonderlijk dat er toch nog zoveel mensen zijn die bereid zijn om zich in te zetten voor anderen? Die bereid zijn om iets te doen voor de anderen, die begaan zijn met de andere mensen. En ik heb het niet over de warmste week, ik heb het over jullie. Jullie allemaal zijn het die bereid zijn om je te engageren in het verenigingsleven, in het onderwijs, in de jeugdbeweging en rechtstreeks of onrechtstreeks voor de kerk. En daarom, om die reden, zeg ik met heel veel waardering en heel veel dankbaarheid, ik wens jullie een zalig en gelukkig jaar.